Basketbalvrienden, van harte welkom. Dit zijn de Sporthallen Zuid in het zuiden van Amsterdam, van de hoofdstad, vlakbij het legendarische Olympisch Stadion. Dit is het strijdtoneel voor de eerste wedstrijd in de halve finale van de Nederlandse play-offs. Demon Astronauts tegen de MPC Capitals, oftewel Amsterdam tegen Groningen. De regerend titelhouder tegen de voormalig titelhouder. Een bijzondere confrontatie, want de coach toen bij Rico Astronauts, meervoudig kampioen van Nederland, was Ton Boot. Die niet alleen als coach hier triomfen vierde, maar zeker ook als speler en zijn shirt nummer 13... Dat is teruggetrokken te zijner ere. Betekent dat we hier in Amsterdam zitten. Dat we hier samen met Henk Pietersen gaan kijken naar een bijzondere wedstrijd. Toon van Helfteren tegen Ton Boot. Toon van Helfteren, de coach van Amsterdam. Een rivaliteit met Ton Boot. En Toon van Helfteren heeft zijn eerste prijs al binnen, namelijk de beker. Tegenstander Groningen, fysiek sterk. Amsterdam, fysiek sterk. Wat kunnen we verwachten, Henk Pietersen? Een hele pittige wedstrijd. Twee heel intelligente basketbalcoaches. Dus en drie hele goede scheidsrechters. Lekker vol publiek. Een hele leuke band hier. Ik denk dat het een heerlijke avond tegemoet gaan hier in Sport 1. Bussen vol met supporters gekomen uit Groningen voor deze wedstrijd. Het is nog niet helemaal vol, maar het zal sfeervol worden hier in deze hal in de Sporthallen Zuid. We gaan eens even kijken naar de uitslagen uit die eerste ronde. U ziet het dat Amsterdam een redelijk eenvoudige ride had tegen Almere, tegen Omniworld. Onverwacht makkelijk eigenlijk. Twee wedstrijdjes en toen was het gebeurd. Toen was het Groningen tegen Nijmegen en laten we rustig zeggen, MPC Capitals ging langs de rand van de afgrond. En daar zijn we natuurlijk over gaan praten met coach Ton Boot. Maar voordat we met Ton Boot over de play-offs gingen praten, was het natuurlijk zo dat we even kwamen over dat feit van Marco van den Berg, de nieuwe bondscoach van het Nederlands basketbalteam. Maar Ton Boot als adviseur, hoe ziet hij die rol eigenlijk? Ja, niet als adviseur. Mijn rol is nauwelijks omschreven. Ik wil hulp bieden en ik zou het best een vrije rol kunnen noemen. Dus heel kort, heel duidelijk. Dan gaan we nu naar de wedstrijd hier vandaag in Amsterdam. MPC Capitals langs het randje van de afgrond tegen Nijmegen. Heeft het je ploeg verscherpt? Ja, dat weet je niet. Wat voor invloed dat heeft gehad. Het is inderdaad, het heeft aan een zijden draadje gehangen. Met veel geluk zijn we in de volgende ronde. En je weet nooit wat voor invloed dat heeft. Het is wel zo dat we twee dagen geleden al die laatste wedstrijd hebben moeten spelen. Dus ons iets minder hebben kunnen voorbereiden. Maar wat is wijsheid? Je bent ook in een bepaald ritme natuurlijk. Pratend over wijsheid, hoe moet je Amsterdam aanpakken? Ze hebben een paar specifieke kwaliteiten. Vooral hun 1-1 kwaliteit aan de buitenkant. Miller en Gibson, maar ook inside. Een goed uitgebalanceerd team. Eigenlijk is de algemene strategie, wij moeten goed spelen. En dan maken we een goede kans. Wij moeten goed spelen, dat is een Ton Boot uitspraak, uitgaan van je eigen kracht. Maar specifieke punten waarmee je Amsterdam zou kunnen pakken? Wij hebben nauwelijks daarop getraind op dit moment. Wij weten ongeveer wat ze spelen. Maar het hoeft geen specifieke punten te zijn. Wij zijn gedurende de competitie sterk verbeterd. Zowel in onze individuele acties als in de teamacties, zal ik maar zeggen. En dat moeten we gewoon toepassen. En dat geldt hetzelfde voor de verdediging. Slotvraag. Ton Boot in Amsterdam. De Amsterdammer. Hier gespeeld. Hier gecoacht. Coacht in Groningen. Landstitels. Hoe voelt het om hier te zijn? Ja, het is alweer een tijd geleden natuurlijk. Hè. Je hebt hier een aantal vrienden. Nou, dat is altijd fijn om die te zien. Maar ik heb in Groningen werk. Daar werk ik eigenlijk perfect. Hè, met de entourage die er is. Die is zo langzamerhand bekend in heel Nederland. En verder doet het me niks meer Amsterdam. Dankjewel. U hoorde Ton Boot en we gaan ons opmaken voor de introductie van de beide ploegen. En dat is meestal een spektakel op zich. We beginnen natuurlijk met de ploeg die op bezoek is. En dat is de MPC Capitals uit Groningen. En bij de introductie van beide teams, dan zwijgen commentatoren. Basketball fans, welcome to the half finals in Sporthal on Zuid. Let's all put our hands together in showing our sportsmanship and welcoming the officials for this evening, starting with the referee, Mr. Den Hartog, Mr. Van Sloten, Mr. Sweep, and the commissioner, Mr. Boekeren. The
Let's all keep it going. Let's give a round of warm Amsterdam welcome to the visiting team from Groningen, MBC Capitals. Starting with number 4, Joyce Pose. Number 5, Jason Dietrich. Number 6, Merlin van der Merlin. Number 7, Chris McCarthy. Number 8, Travis Young. Number 9, Daniel Novak. Number 10, Ramis Suljanovic. Number 11, Travis Reed. Number 12, Chris Hakenholm. Number 13, Dennis Novak. Number 14, Tom Fiddleman. Number 15, Valo Raisa. And the head coach, Tom Rhodes. De introductie van de Groningse ploeg. Onder leiding van hoofdcoach Tom Boots. De cheer goes het veld op. Hier is Amsterdam. Number 6, Sandman Sutton Whistles. Number 7, the captain, Marco Pierce. Miracle from number 8, Shelby Holmes. Google number 9, James Maya. Number 10, Marshall Harris. Number 11, Psycho Noah. De introductie van de beide ploegen hier in de Sporthallen Zuid, die qua publieke belangstelling toch niet zo vol zitten als dat we dachten. Eigenlijk denk ik dat er in de wedstrijd tegen Amsterdam, tegen Rotterdam, dat er meer toeschouwers zaten. De ploegen zijn geïntroduceerd. De spelers zijn begonnen aan hun warming-up. Dus dat betekent dat we de tijd hebben om te gaan kijken naar, via die warming-up, naar de opstellingen van de beide ploegen. U ziet het, Amsterdam. Met natuurlijk James Milligan, Sergio Gibson. En u mist met nummer 15. Mist u Joe Spinks, die hele belangrijke Joe Spinks. Toon van Helfter was somber. Hij is er waarschijnlijk het hele seizoen niet meer bij. Misschien als Amsterdam mazzel heeft en de finale had. Een kansje. En dit zijn de starters. Henk Pietersen. Ja, een hele vreemde starting 5 in mijn ogen. Met drie guards. Miller, Mario Bennis en Gibson. Betekent dus dat gewoon dat hij gaat rennen? Hij gaat heel veel rennen. En ja, dat kan Groningen als geen ander. Twee international centers, centers die voor het nationaal team spelen, zitten op de bank. Huibels en Van Pasen. En deze Sergio Gibson, vaste starter overigens in het team. Hij gemiddeld 23,5 punten per wedstrijd. Tegen een fantastisch schotpercentage, 68%. En het is een heerlijke speler om naar te kijken. Sergio Gibson samen met James Miller van heel groot belang in deze wedstrijd voor de ploeg van coach Toon van Helfteren, die een hele bijzondere line-up heeft neergezet. Maar Sergio Gibson, een van de grote mensen, en men heeft het wel over gehad, van hij had eigenlijk MVP moeten worden, de meest waardevolle speler. En dat werd hij dus niet, dat werd Leon Rogers. Maar geweest is geweest, de eerste wedstrijd, halve finale, Sergio Gibson in de starting five van Toon van Helfteren van Amsterdam. Dan, we gaan kijken naar de line-up van Groningen. Hoe zit het? De diverse mensen, Valmo Krihisa bijvoorbeeld. De Est, een hele belangrijke rol. Hij is ook een starter, starting guard voor NPC Capital. Travis Young, natuurlijk een groot speler, maar veel problemen met Tom Boot. Maar de grote man is natuurlijk Travis Ruiz. En ja, een gebruikelijke starting five.
En laten we heel eerlijk zijn, Martin. Een club is eigenlijk een hele organisatie. Groningen bijvoorbeeld, de medische staf bijvoorbeeld, zo belangrijk. Zoveel blessures gehad. Jong, Ried, het hele jaar vervelend. En nu, begin van het seizoen, begin van de play-offs, bestaan ze. Het hele team compleet. Tom Boot die zo zijn eigen benadering heeft, veel van de basics uitgaat. Maar Young is een probleemkind en die is weg geweest. Teruggekomen, daar komen we nog op terug. Laten we eens gaan kijken naar wat beelden van Travis Reed in de serie tegen Nijmegen. Die hele moeilijke serie waarin deze man opstond in met name die laatste wedstrijd. Toen Reed liet zien, toen Reed liet zien wat er van hier, iemand geëist werd, gevraagd werd eigenlijk. Hier bijvoorbeeld tegen Weert. Ja, hij is ongelooflijk sterk met links en rechtshandig. Deze jongen is ongelooflijk gegroeid in de laatste drie wedstrijden tegen Nijmegen. Gemiddelde van bijna 25 punten per wedstrijd en dikke 9 rebounds. Kortom, bijna dubbel-dubbel. Ja. Maar het is allemaal verleden tijd. Het was allemaal eerste ronde play-offs. Het was allemaal in de reguliere competitie. Hier gaat het om. Dit is Groningen op bezoek bij Amsterdam. Het is de regerend titelhouder. Het is de regerend bekerwinnaar. Het is de oud-titelhouder. Het is Toon van Helfteren Amsterdam. Het is Tom Boot Groningen. Kortom, alle ingrediënten zijn voor een fantastische serie. Ik zou zeggen, gaan we eens allemaal recht zetten thuis. Dit wordt er één. De witte outfits, dat is Groningen. En gelijk met Ramis Sujanovic. Het paasje op Novak. Dit is Kriisa, de Est. En hij heeft pech dat de bal niet valt. Ik heb al lang gezien dat Mario Bennis staat op Reed te verdedigen. Misschien wel de beste verdediger in de Eredivisie, Mario Bennis, ondanks zijn leeftijd. Hij is 41. Verdedigt de beste speler misschien wel naast Roger van Eiffel trouwens. Dan ook Kriisa, gemiddeld goed voor zo'n 5 punten per wedstrijd. Hij is verzorgd direct de openingsscore in de wedstrijd. 31-jarige Est. James Miller. Ingeleverd bij Lattimore. De rebound is er voor Travis Reed. Mooie loppaas op Suljanovic. Die zijn bij de les. Sergio Gibson op James Miller. En Bennis onder de basket. Rebound Kees Akerboom. Hier alle ruimte van de wereld voor Daniel Novak. Voor Akerboom. Zomaar even 0-5. En er gaat een heel snelle time-out komen, want dit bloeden moet gestopt worden. James Miller. Tijdpaasje komt niet uit. De steal van Suljanovic. Kriisa. Paasje. Prijs. Travis Reed. Daar komt hij al. Time-out. Ja. 8 minuut 45 na 1 minuut en 15 seconden spelen. Is de eerste time-out van de wedstrijd. En wat gebeurt hier? Het is niet erg. Ze zijn alleen een beetje. Ze moeten alleen een beetje wakker worden hier. In de defensive transition, doesn't matter who you pick up, but we have to play everybody who's running down the court. Yep, and make sure we cover everybody. Yeah, and transition. Then a little bit off him. I mean, you have to play him, but he's gonna start power you to the basket. And his last time, his shot is kind of suspect. But I figure he's gonna power you to the basket all the time. So maybe be ready to move, anyways. Yeah. And if he goes shoulder, go down. Yeah. Hey, box out. Hele duidelijke taventoon. Hij is vooral rustig nu. Want hij moet die rust terugbrengen in zijn team. Hij zegt, pick up a man. Zoek een persoon op. Want je speelt eigenlijk geen man-to-man, maar je verdedigt met 5 man een basket. Dat is basketbal. Amsterdam dus met James Miller, Sergio Gibson, Mario Bennis, Niels Meijer en Dennis Lettermuur. Kijken tegen een 0-7 achterstand aan met 8 minuut 40 te gaan. En ze spelen een full court man-to-man verdediging, Groningen. Mario Bennis wordt verdedigd door Daniel Novak.
En als er iemand een fout kan uitlokken, is het Bennis wel. Daar wordt hij wel goed geduwd. De bal wordt in het spel gebracht door Sergio Gibson. Oh. Niels Meijer. En de rebound, rustige rebound. Vjasuljanovic. Prisa. Hey, Bennis een fout. Gemaakt op Travis Reed. Ja, beide spelers staan heel goed fysiek te spelen. Ik zou zeggen, scheidsrechter, laat ze even spelen, vooral in het begin. Drie internationale scheidsrechters. Ja. Prisa, met rust. Zonde, het had eigenlijk een score moeten zijn van Suljanovic. James Miller. Sergio Gibson. Langs Akerboom. En daar kwam de backup van Novak. Ja, ondanks een fout toch geen score, Martin. 8 minuten 5 op de klok te gaan. 0-7. Eerste wissel in de wedstrijd bij Amsterdam. Stefan Wessels. De snelheid van Gibson is echt ongelooflijk over die zijlijn, de achterlijn. Aan de andere kant, Jason Dedrick die het veld inkomt. Ja, duidelijke wissel op snelheid. Voor Novak. Jason Dedrick speelt met nummer 5 voor Groningen. En Niels. James Meijer. En Sergio Gibson. Ja, dat ze tender moet draaien. Dietrich Gibson met zijn scoren. Dietrich is iets sneller op zijn been als Novak. Ik denk dat hij daarom gewisseld is. Om Sergio te verdedigen. Travis Reed. Rebound. Lattimore. Dennis Lattimore. Oeh. Miller. Briljant. Prachtig. De screen van Mario. Voor deze lay-up. Kijk eens, boom. Dat is geen screen, dat is de Berlijnse muur. Playoff basketball, dames en heren. Akerboom. Griza. Altijd naar de basket gericht blijven en dat doet hij ook, de Est. Ja, Tom van Helften zei dat in de time-out. Er wordt gepowered naar de basket. Met kracht lay-ups gemaakt naar de basket. Dat doet hij nu weer. Puur op kracht. Tweede fout. Toon van Elteren. Onrustig als altijd. Er zijn nog geen 3 minuten gespeeld passen. En hij heeft de tweede fout al. En 7 minuten 20 te gaan. 4-8. Bennis. Dennis Lattimore inleveren bij James Miller. Sergio Gibson. Er valt iemand zomaar om. Rebound, Kees Akerboom. Kriza. Zelf op avontuur, te laat gepaast. Jason Dedrick stond al een tijd vrij. Als jullie thuis even willen kijken naar wat Mario Bennis voor screen zet en bloks op mensen om vrij te komen, zijn kei en keihard. Miller waren te mooie bewegingen, werden niet begrepen door zijn teamgenoten. Akerboom. Balbezit voor Groningen. Lattimore heeft al wat een handvol rebounds. Travis Reed. Met Bennis bij zich. Kijk, kijk zo. Tik je hem erin. Suljanovic. Rami Suljanovic de bos neer. 2,06 meter lang. Mario Bennis. Die gaat gewoon recht door hoor. Maar dit was minder. En dit is dubbel toch? Ja, ja. Toch zijn dit kansen waar je later spijt van krijgt. Dat je deze niet benut. Griza. Balbezit voor Amsterdam. Misschien wat rust in de tent. Ja, bij fysieke wedstrijden, vooral verdedigend,
dan wordt het aanval wat minder. Mensen moeten duwen met de armen worden loom en zwaar. Schot wordt minder. Sergio Gibson. Hij moet de kar gaan trekken. We zagen in het allereerste begin Miller. En dit aardig blok van Akerboom. Nee, het was Suljanovic. Mooi stukje komedie, maar het blok was Suljanovic. Het een of het Mario Benes. En rust. Back Gibson. Sergio Gibson. Niet James Miller, maar Gibson moet de lijn uitzetten. Romo Kriza. Blijft lang staan overigens. Suljanovic. Verdedigd door Lattimore. Weer kracht van Adrien. Oh.